Volgens financiën minister Stanley Raghubar Singh zijn de projecties ten aanzien van de economische groei voor 2024 vanuit het Internationaal Monetair Fonds IMF uitgekomen. De bewindsman zei maandag tijdens de eerste regeringspersconferentie dat het IMF-doel om de inflatie beneden de 40% te houden ook is uitgekomen. Met andere woorden, die 2,4% van 2023, de projecties voor 2024 zullen waarschijnlijk beter uitkomen dan de voorspellingen zoals het IMF het doet. Laat me nog twee dingen zeggen hier op dit punt. Wat wij voorspeld hadden en gehoopt hadden, namelijk dat de inflatie dit jaar onder de 40% zou zijn, onder de projectie van het IMF, is uitgekomen. Dat zegt twee dingen. Dat zegt dat wij in staat zijn om beter te presteren dan de projecties van het IMF. En dat zegt ook dat onze eigen projecties, want wij hadden dat zelf voorspeld, dat onze eigen projecties nauwkeuriger kunnen zijn dan die van het IMF. Het tweede, dat geldt ook voor de inflatie voor dit jaar. De eerste projecties voor de inflatie voor dit jaar waren boven de 20%, 21%. Toen het IMF hier de laatste keer geweest is, hebben ze het bijgesteld naar 17%. En ze zitten nu zelfs te denken richting 14%. De minister zegt dat de voorspellingen gemaakt zijn zonder de ontwikkelingen in de olie- en gassector voor onze economie daarin mee te nemen. De investeringen die in dit kader gepleegd worden, hebben wel effect op de Surinaamse economische groei. Onze eigen rekenmethodes bij de Centrale Bank en bij onze instituties, het Bureau voor de Staatsschuld, het ABS en het Planbureau, die schatten beter in. Het is geen gebruik dat regeringen en zeker niet ministers van Financiën daar voorspellingen over gaan doen. Maar ik kan u zeggen dat alle indicaties erop wijzen dat wij beter gaan presteren dan de projecties die gemaakt worden voor dit jaar. Twee fundamentele voorwaarden daartoe zijn: we moeten blijven zorgen voor 1. Discipline in de begroting, fiscale discipline, en 2. Discipline bij de centrale bank. Raghubar Singh geeft verder aan dat er door de regering en het parlement binnen 3 jaar baanbrekend werk is verricht voor wat betreft economische verbetering. De bewindsman geeft aan dat gigantisch herstelwerk gedaan moest worden.